En sadaqa zorgt ervoor, zorgt ook ervoor dat we het paradijs binnentreden. En je hoeft niet te denken wanneer we het hebben over een sadaqa. Je hoeft niet direct te denken aan vele duizenden euro's die je moet uitgeven op de weg van Allah Azza wa Jal. Daar hoef je niet aan te denken. Het gaat hier om de intentie die jij hebt bij het uitgeven van jouw sadaqa. De intentie die je daarbij hebt. En het doel wat je nastreeft bij Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal zegt tegen ons, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Degene die iets doet ter grootte van een mosterzaad, van iets heel kleins, zal het zien op de weg van Allah, op de dag des oordeels. Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Er is een hadith die betrekking heeft op onze moeder Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Dat een man aan haar huis was gekomen en klopte aan en vroeg om hulp. Vroeg om iets van eten of wat dan ook. En jullie weten dat Aisha radiyallahu anha leefde in een kamer van 4 bij 3,5 zo ongeveer. In het huis van de Rasool sallallahu alayhi wa sallam. فقالت لجاريتها, ze zei aan haar dienstmeisje, أطعميه, geef hem wat te eten. Laat hem niet terugkeren zonder iets van eten te geven. Zorg ervoor dat je de behoeftigen niet wegstuurt zonder hen iets van eten of iets van ondersteuning te geven. Al is het iets simpels. En ze trof niets. Ze trof niets om het te geven behalve een dadel. En toen zei Aisha radiyallahu anha, أعطيه إياها فإن فيها مثاقيل. Geef het aan hem. Je hebt het enige wat ze had. Onze moeder Aisha radiyallahu anha. Het enige wat ze had is een dadel die ze kon geven op de weg van Allah Azza wa Jal. En ze was bewust. Bewust van het feit dat dit kan zorgen bij Allah Azza wa Jal voor geweldige beloningen. فإنها مثاقيل مثاقيل ذر إن تقبلت. فإنها مثاقيل ذر إن تقبلت. En ze verwees naar de ayah waarin Allah Azza wa Jal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Degene die iets doet ter grootte van een mosterzaad. En hier, een dadel bevat zoveel mosterzaadjes, zoveel kleine mosterzaadjes. En die beloningen zal ze uiteindelijk zien op de dag des oordeels.